Hallo beste vrienden, een goede dag, een hele goede dag, dat God jullie bedekken met zijn genade, met zijn barmhartigheid, zijn mededogen, met het geloof dat een ieder nodig heeft om zijn eigen beslissing te nemen. Weet u, laat mij jullie wat vertellen en misschien zal het jullie helpen. Wij willen Gods wil doen, nietwaar? U wilt Gods wil doen. Maar het is een strijd tussen Gods wil en de wil van het vlees. Er is een oorlog, een immens conflict binnen in ons tussen de wil van God en de wil van het vlees. Dus wat vindt er plaats? Ik bid, ik vraag God altijd dat Hij mij moed geeft. Moed, zodat ik het vlees kan verloochenen en zijn wil kan doen. Omdat het zonder deze moed en zonder deze vastberadenheid voor ons onmogelijk is om Gods wil te doen. Omdat het vlees is vleeselijk en het vlees is zwak. Jezus zei dat. Kijk, ik wil jullie ook wijzen op iets uiterst belangrijks dat jullie zal helpen beslissing te nemen, het vlees te confronteren, de verlangens van het vlees, de wil van het vlees. Jezus zei dat de veroordeling is dit, en dit is de veroordeling, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen hebben de duisternis lief gehad meer dan het licht. Kan dat gebeuren? Dat is precies wat er gebeurt. Hier is de reden waarom de meeste mensen, omdat Jezus ook zegt, velen zijn geroepen, maar weinigen zijn uitverkoren. De uitverkorenen zijn maar weinig. Waarom? Omdat het maar weinigen zijn die het licht zoeken of het licht liefhebben. De meerderheid houdt van de duisternis. Maar bisschop, hoe is dit mogelijk? Het vlees. Het vlees dat liever de duisternis kiest, omdat in de duisternis hun slechte daden verborgen zijn voor andere mensen. Maar niet voor God, nog voor de duivel. De duivel ziet en God ziet het ook. Dus, en dit is het oordeel. Dat het licht in de wereld gekomen is, en dat is Jezus. Jezus kwam de wereld in. En de mensen hebben de duisternis lief gehad, meer dan het licht. Meer de duivel dan het licht. Waarom? Omdat hun werken waren slecht. Want ieder, en beantwoord ook hier, want, waarom? Want ieder die kwaad doet, haat het licht. U die kwaad doet, u haat het licht. Als ik kwaad doe, dan is het omdat ik het licht haat. Dat is de realiteit. Hij zegt, ieder die kwaad doet, haat het licht. Bijvoorbeeld, een persoon bijvoorbeeld, die gekwetst werd, die gepijnigd werd, beledigd werd, onrecht werd aangedaan. En die persoon wil wraak nemen. Die persoon wil in natura terugbetalen. Die persoon doet kwaad.
En dan is het omdat die persoon licht haat. Hij haat het goede. Ah, maar er is mij onrecht aangedaan. U werd onrecht aangedaan. Maar Jezus werd ook onrecht aangedaan. De helden van het geloof werden ook onrecht aangedaan. En hoe was hun reactie? Ze behielden zichzelf in het licht. Jezus zei, ieder die kwaad doet, haat het licht. En komt niet tot het licht. Komt niet tot het licht. Kijk eens. Wie kwaad doet, haat het licht. En wil niet, en komt niet tot het licht, opdat zijn werken, niet ontmaskerd worden. Omdat het licht alle waarheid toont. Het toont de werkelijkheid. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht. Kijk eens hoe geweldig. Wie de waarheid doet, komt tot het licht. Opdat van zijn werken openbaar wordt dat zij in God gedaan zijn. Dus de waarheid. Wie de waarheid doet, komt tot het licht. Wie de waarheid doet, houdt van de waarheid. En wie de waarheid lief heeft, wie van de waarheid houdt, is transparant. Hij is oprecht, waarachtig. Hij kan grof zijn. Hij kan soms zelfs een beetje onbeschoft zijn. Maar hij houdt van de waarheid. Die persoon komt tot het licht. En zij die tot het licht komen, dan vul ik hier aan ten opzichte van jullie. Zij ontvangen de Heilige Geest. Maar wie de leugen lief heeft, voor die persoon is het onmogelijk om de geest van de waarheid te ontvangen. Omdat de geest van de waarheid het licht is. Dat is het. Dus u, bijvoorbeeld, een persoon leeft in de duisternis. Waarom leeft hij in de duisternis? Waarom houdt hij ervan om in de duisternis te leven? Omdat zijn werken in de duisternis slecht zijn en niemand ziet ze. Dus dat wil zeggen, geen enkel mens ziet ze. De mensen zien het niet, maar God wel. En de duivel ook. En wanneer een persoon in duisternis is, dan dient hij of zij de duivel. Dat is het. Dus omdat die persoon ervan houdt de duivel te dienen, haat die persoon het licht. Die persoon haat het om God te dienen. Die persoon kan zelfs medelijden hebben met Jezus. Jongen, Jezus leed. Hij huilde. Zij huilde, beter gezegd. Als hij of zij aan Jezus denkt, aan het kruis, en kijkt in de films, de series, het verhaal van Jezus. Die persoon huilt, ik heb medelijden met Jezus. Maar die persoon wil de duisternis niet opgeven. Dus dat wil zeggen, die persoon houdt van de kwade werken. Die persoon houdt van leugens. Omdat die persoon graag de verlangens van zijn vlees of haar vlees wil bevredigen. Dus hierdoor is deze persoon niet in staat. Die persoon zelf zet zichzelf niet in staat om de Heilige Geest te ontvangen, omdat die persoon in duisternis wil blijven. Hoe zal de Heilige Geest over iemand neerdalen die van de duisternis houdt, die van kwade werken houdt, die van leugens houdt, die voordeel haalt uit leugens, die profiteert van leugens, geld verdient met leugens, geliefd wordt vanwege leugens. En wie ook in deze wereld van leugens leeft, dat wil zeggen in duisternis, wie daarvan houdt, deze mensen ontvangen de Heilige Geest niet. Dat is de reden waarom Jezus zei dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen hebben de duisternis lief gehad meer dan het licht. De meerderheid houdt meer van de duisternis. Helaas is dit een realiteit. Dus wanneer u vernietigingen ziet, enorme verwoestingen,
Als u deze rampen op aarde ziet, deze overstromingen, deze enorme aantallen aan dood, dat is niet Gods schuld. God is de waarheid. God is licht. Het licht blijft. Het licht blijft in deze wereld. Jezus is het licht. Jezus is de waarheid. Dus wanneer een persoon zich vastklampt, zich omdraait naar het licht, dan komt het licht om deze mensen te bevrijden. En de Heilige Geest, die wij niet verdienen, niemand verdient hem, hij komt, ook al weet hij dat wij vlees zijn. Maar als we vlees zijn, maar wij houden van het licht, de waarheid, dan komt hij over ons. Bijvoorbeeld, in deze bijzondere bijeenkomst, die wij aanstaande maandag in de vroege ochtenduren zullen hebben, om 3:00 a.m. Van zondag gaande naar maandag, om 3:00 in de nacht of in de ochtend, in verschillende vestigingen van het UKGR-centrum. En ik weet niet welke pastors of bisschoppen in de landen het zullen doen, dat weet ik niet. Dat hangt af van ieder zelf. Maar ik zal in de tempel van Salomo zijn om 3:00 a.m. Dat wil zeggen, het begint om 3:00. Al eerder, om 2:30, zal ik daar klaar zijn om de aanwezigheid van God in te gaan samen met degenen die van het licht houden. Degenen die het licht willen. Misschien bent u die persoon. Misschien bent u ondergedompeld. U bent helemaal ondergedompeld in duisternis. Maar u zegt, mijn God, dit is niet wat ik voor mezelf wil. Ik wil van leven veranderen. Dit wil ik niet. Ik ben zwak. Ik ben echt zwak. Ik heb mijn vlees niet kunnen overwinnen. Maar ik wil dit. Ik wil het licht. Help mij. Help me een handje. Dus ik geloof dat de Heilige Geest mij heeft aangeraakt voor deze speciale dienst. Precies voor de mensen die zeggen, ik kan mijzelf, mijn vlees en mijn verlangens niet verloochenen. Maar ik wil het. Ik wil dit verlaten. Ik wil de waarheid. Ik wil een nieuw schepsel zijn. Dus hij heeft mij aangeraakt om deze mensen te zelven, om deze mensen te helpen. En hij geeft ons de conditie om dat te doen. En dat is wat we gaan doen. Aanstaande maandag om 3:00 a.m. Van zondag naar maandag. Dus als u wilt komen, kom dan voor 3:00 a.m. Want we gaan zonder uitzondering de deur sluiten om 3:00 a.m. Zodat wij door niemand worden gestoord. Zodat we dan de juiste sfeer hebben om het licht te zoeken. Om de waarheid te zoeken. Om de gevangenen te bevrijden. Zodat de geest van de Allerhoogste tot hun behoeften zal komen. Degenen die dorst hebben naar licht. Dorst naar waarheid. Dorst naar gerechtigheid. In hun eigen leven. Niet dorst naar wraak. Maar dorst naar gerechtigheid. Dorst naar het kennen van de waarheid. En dan bevrijd te worden. Jezus zei, wanneer hij komt, de geest van de waarheid, zal hij u leiden in alle waarheid. De Heilige Geest is God. Hij is de vervanger van Jezus. Jezus kwam, verrichtte het werk van behoudenis, van verzoening voor de zonde. De Heilige Geest kwam om hem te vervangen, om ons naar deze waarheid te leiden, zodat wij kunnen weten wat hij van een
ieder van onze wil, zodat wij hem dan kunnen volgen. Wanneer dan de geest van de waarheid komt, zal hij u in alle waarheid leiden. Let goed op, beste vriend en vriendin. Hoe vaak werden wij al niet verraden, bedrogen door onze leugenachtige en bedriegelijke gevoelens, door ons hart? Hoe vaak zijn wij al niet misleid door ons hart, door onze gevoeligheid, door onze gevoelens? Onze gevoelens, ons hart. De Bijbel spreekt over het hart en dat is de ziel. Maar het verwijst ook naar het vlees, ons wil of onze verlangens. Het hart is bedriegelijk, corrupt, breed. Hoe vaak worden wij wel niet overweldigd door gevoelens van ons hart? Zijn slecht getrouwd, ja of nee? We kopen verkeerde dingen, we verkopen slechte dingen, we onderhandelen slecht, we nemen verkeerde beslissingen, we maken de slechtste keuzes. Alles omdat de leiding van de Heilige Geest ontbrak. Aan de andere kant, als wij de Heilige Geest hebben, worden wij geleid, hebben wij de leiding van de Heilige Geest. Dat wil niet zeggen dat de Heilige Geest ons als robots zal beheersen. Nee, de Heilige Geest, hij toont de waarheid, hij overtuigt van de waarheid. Nu, wij zijn diegenen die beslissen de waarheid te volgen of niet. Hij neemt onze vrijheid, onze vrije wil niet weg. Dat doet hij niet. Hij geeft de begeleiding. Hij leidt in alle waarheid. Dus als iemand wijs is, als iemand werkelijk van het licht houdt, dan onderwerpt hij zich. Dan is hij onderdanig jegens de heerschappij van de Heilige Geest. Hij luistert en gehoorzaamt. En de persoon plukt de vruchten van deze gehoorzaamheid. Dus als iemand bijvoorbeeld de Heilige Geest heeft, en ik kan hierover spreken en ik spreek voor mijzelf, maar bijvoorbeeld, de Heilige Geest leidde mij tot Esther. De Heilige Geest, dezelfde Geest, leidde Esther naar mij. Dus wij zijn gelukkig. Wij zijn helemaal gelukkig. Waarom? Omdat wij perfect bij elkaar passen. Waarom? Omdat wij dezelfde geest hebben. Dus u wil gelukkig zijn, dan dient u eerst de Heilige Geest te hebben. Nadat u de Heilige Geest hebt ontvangen, zal hij u leiden naar de persoon die u compleet zal maken. De Heilige Geest is de geest van de waarheid. En als hij ons naar een gelukkig huwelijk hier op aarde leidt, kunt u zich voorstellen wat hij voor ons in petto heeft, nadat wij hier ontslapen. Jongen, jongen, het is echt groot. Dus, beste vriend en vriendin, het is de moeite waard voor u om te investeren in het ontvangen van de Heilige Geest. Het is de moeite waard. Het is werkelijk de moeite waard voor u om de prijs te betalen. En ik, jonge jongen, ik kan niet wachten op deze vroege ochtend waken. Omdat de mensen die komen, met dorst zullen komen. En ik zal hier bereid zijn om het water te geven dat God mij gegeven heeft. Om door te geven, dit water te delen dat God mij gegeven heeft. Maandag 3:00 ochtends. Ik bedoel, het begint om 3:00 ochtends.
Dus om 3 uur gaat de poort dicht, de deur van de tempel sluit. Als u wilt deelnemen, zorg er dan voor dat u voor 3 uur aanwezig bent, alstublieft. Omdat wij een discipline hebben, en ik zal niet hier bij zonsopgang blijven om te irriteren, dat mensen laat komen. U kunt er zeker van zijn dat de deur om 3 uur dicht gaat en dat wij die bijeenkomst in vrede en sereniteit zullen beginnen. In die vroege ochtendomgeving, en zelfs de vliegen werken niet zo vroeg. Wij zullen in een vredige en perfecte omgeving zijn, waar we de geest van God kunnen ontvangen. Wees er dus vroeg bij, alstublieft. Alstublieft. Als u wilt komen, kom dan vroeg. Als u laat arriveert, zult u buiten blijven. Sorry, maar ik kan er niets aan doen. Want om 3 uur, precies, zal ik beginnen te bidden. Wij gaan beginnen te bidden. En het is niet eerlijk dat diegenen die eerder zullen aankomen, schade zullen ondervinden vanwege degenen die later zullen aankomen. Dat zal ik niet laten gebeuren. Dus, alsjeblieft, neem mij niet kwalijk. Maar als u te laat komt, kom dan niet eens. Kom niet, want de deuren gaan dicht. Wij gaan daar niet blijven. Of het een of het ander, of u wilt het of u wilt het niet. Wie de waarheid, de geest van de waarheid wil, moet de prijs betalen. En er offers voor brengen. Is niet waar? Jezus zei, ieder die kwaad doet, haat het licht. Ieder die kwaad doet, haat het licht. En normaal gesproken, diegene die kwaad doet en het licht haat, is zo. Er is geen discipline, geen orde, geen recht voor anderen. Er is geen respect voor de dingen van God. Niet eens respect voor de dingen van zichzelf. Het leven is al door uit nature georganiseerd. Dus als u de geest werkelijk wilt ontvangen, de geest van de waarheid, zult u de prijs moeten betalen. En dit is de prijs. Dat u uzelf disciplineert, dat u zich aanpast aan de discipline van het koninkrijk van God, van het koninkrijk van het licht. Het koninkrijk van het licht is discipline, wist u dat? Het koninkrijk van God is discipline, wist u dat? De Heilige Geest is discipline, wist u dat? Het is de geest van discipline, van waarheid. Van wat juist is, integer is. Dus als u de geest van God wilt, dan moet u uzelf onderwerpen aan discipline, aan orde. En als u zich niet wil onderwerpen, dan is dat uw probleem. Maar degene die dat willen, zullen wij behouden. We zullen bij de rechte lijn blijven. Dus om 3 uur 's ochtends zal de deur van de tempel dichtgaan. En wie goed is aangekomen, kwam en wie niet, helaas. Goed mensen, dat God jullie allen zegene in de naam van de Heer Jezus. Dat Hij verlichte, dat dit licht dat in de wereld kwam, dat Jezus is, diegenen komen verlichten die van het licht houden. Degenen die de waarheid liefhebben. Er zijn veel mensen, enorm veel mensen, die in de duisternis leefden, maar die de duisternis haten. Er waren veel mensen die in leugens leefden, maar die leugens haten. Maar niet wisten hoe ze zichzelf moesten bevrijden. Ik was één van die mensen. God bevrijdde mij. Omdat ik het haatte. Ik haatte mezelf. Ik haatte mijn leven. Mijn manier van zijn. Ik haatte het. Ik vond het niet leuk. En alleen Jezus kan ons veranderen. Met zijn Heilige Geest. Dus vriend en vriendin,
Dit is het oordeel, zei de Heer Jezus, dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis lief gehad meer dan het licht. Want hun werken waren slecht. Ze wilden niet dat hun werken aan het licht kwamen. Ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht. Wie de waarheid lief heeft, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar worden dat zij in God gedaan zijn. Door het geloof in de naam van de Heer Jezus. God zegene u en tot morgen in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. God zij dank.